Het is zaterdag precies 180 jaar geleden dat dit monument op het Guyotplein, nou ja, officieel natuurlijk het Guyotplein, werd onthuld. Het is daarmee het oudste monument van de stad. En dan vraag ik me af, wie was Guyot? En zag het er oorspronkelijk ook al zo uit? Henri Daniel Guyot overleed op 10 januari 1828. En bijna 2 jaar later, op 21 november 1829, werd ter ere van hem dit monument onthuld. Waarom? Hier is een deel van het antwoord. Guyot was namelijk de stichter van een instituut in 1790 dat hier van 1807 tot 1985 was gevestigd. Het Doofstomme Instituut, zoals het toen heette. Uiteindelijk nam het instituut dit hele gebied tussen de Leliestraat, de Boteringenstraat en het Guyotplein in gebruik. Maar dat is allemaal gesloopt vanwege de komst hier van het nieuwe rechtbankgebouw. Maar het leuke is dat in die architectuur je eigenlijk de oude gebouwen die over zijn gebleven nog wel ziet. De muur van Guyotplein nummer 2. Dit is dat pand, gebouwd in 1822 in opdracht van Henri Daniel. En daar, dat is dan de voordeur, wordt tegenwoordig door het personeel gebruikt als in- en uitgang. En daarnaast, daar hangt op de muur nog een herinnering aan het instituut. Ja, ik vind dat dit heel mooi gedaan is zo, want je krijgt een heel goed beeld van nummer 2 daar. En ja, dan is dit het oudste pand van het complex, de directeurswoning. En dit pand is in 1627 gebouwd, bewoond door onder andere allerlei burgemeesters en ook nog door Karel Rabenhaupt, de verdediger van de stad in 1672. In 1807 kocht het instituut dit pand van Pieter de Gavere. En dat was een aangetrouwde neef van een van de directeuren van het instituut, van Gerrit van Olst. En die de Gavere, van Olst en Guyot, die waren ook heel toevallig allemaal lid van de maatschappij tot nut van het algemeen. Nou, we zijn hier op de zolder. Deze balken die zijn natuurlijk origineel, de rest is hier allemaal verbouwd. Maar in dit pand, daar overleed Henri Daniel in 1828. De in 1753 in Wallonië geboren Guyot werd in 1781 in Groningen predikant van de Waalse gemeente. Tijdens een bezoek aan Parijs aanschouwde hij 3 jaar later het onderwijs aan doven en besloot in Groningen hetzelfde te gaan doen. Na een bescheiden begin leidde dit in 1790 tot de oprichting van het eerste Nederlandse Doveninstituut. En bij het 100-jarig bestaan van het instituut in 1890 werd dit plein, dat voordien de beplante Ossenmarkt had geheten, naar Guyot genoemd.
Het instituut zit nu hier. En dat borstbeeld dat werd op dezelfde dag als het monument op het Guillotplein geplaatst in het schoolgebouw. Werd gemaakt op last van koning Willem I. Nou, en het verhuisde mee in 1985 naar deze plek aan de Rijksweg in Haren. Er heeft een enorme schaalvergroting plaatsgevonden. Guillot vormt tegenwoordig met enkele andere organisaties een groep met maar liefst 17 scholen, 6 audiologische centra, zo'n 5000 leerlingen, 6000 cliënten en 4500 medewerkers. Nou, allemaal gigantisch. Per 1 januari is er ook een nieuwe naam, de Koninklijke Kentalis. De organisatie houdt zich tegenwoordig bezig met veel meer dan alleen onderwijs aan doven en slechthorenden. Het gaat eigenlijk om het bevorderen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dus voor mensen met allerlei zintuigelijke en of communicatieve problemen, zoals taal- en spraakproblemen. Maar hier in Haren, deze scholengemeenschap, dat is nog wel specifiek alleen voor doven en slechthorenden. En hier blijft ook de naam Guillot echt wel bestaan. Henk, dit is jouw werk als vrijwilliger, de bibliotheek? Vanaf 1996 doe ik dit. En je hebt hier ook wat archiefspul uit de begintijd, zie ik. Ja. Dit is het handgeschreven stuk wat hier gedrukt is. Ja. Uit 1790. En dit? Ja. Een taalfabet. Dat is het handalfabet. Dus zeg maar een ABC. Dat was een hulpmiddel voor de communicatie. Okay. En in het onderwijs werd dat gebruikt. En ook in de omgang met doven onder elkaar. Gebaren dus en het handalfabet. Maar gebruik jij nu nog datzelfde handalfabet? Ja. Ja, ja. Ja? Want Henk... Het is gemakkelijk. Want Henk, jij bent ook op het instituut geweest, neem ik aan, op het Guillotplein. Ja. 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 Niet hier dus, inderdaad, ja. In Groningen. Wanneer was jij leerling? 1942. Toen hebben mijn vader en moeder mij hier gebracht naar het instituut. Okay. Nou, en opeens waren ze weg, dus ik bleef huilend achter. En helemaal losgescheurd van mijn familie. En ik ging 4 maal per jaar naar huis. Met de kerst, zomervakantie. Nou, met Pinksteren ging je nog naar huis. Nee, 3 keer dus. Want waar woonden jouw ouders? Mijn ouders? Ik ben in Friesland geboren. En in Zuidoost-Friesland. Op Lange Dijken. Dat ligt vlakbij Oosterwolde. En deze schilderijen, dat is ook van leerlingen? Ja, dat klopt. Die linker? Dat is het schilderij dat verbeeldt de verloren zoon. Dat is van Elsenerus Helmig. Die staat hier bij de lijst van de eerste leerlingen. Ja, van de eerste leerlingen. Thank you.
Nou, dit is een krantenknipsel. Dat gaat over de inwijding van het monument. En dit, uit het archief van de maatschappij tot nut van het algemeen. Een verslag van de commissie uit de hoofddirectie van het instituut van doofstommen, die zich hebben bezighouden met het monument. Dus het initiatief kwam van die hoofddirectie. Nou, staat van alles en nog wat. Ja, dit is wat ik zoek. Er is een plaat gemaakt waarvan slechts enkele afdrukken voorhanden zijn. En daarop staat de juiste en bouwkundige aftekening van het monument. Daaruit blijkt dus hoe het monument er precies uitzag in het begin. Nou, eens kijken of die plaat hier aanwezig is. Prachtige platen. Ah, daar is hij. Even kijken, die teksten erbij. Dit monument is opgericht binnen Groningen in slachtmaand anno 1829 enzovoorts. Onder de regering van Zijne Majesteit Willem I. En daar dan de commissie uit de directie. Zo zag het monument er dus uit in 1829. De letters zijn licht geworden. De lauwe krans en het hoofd van Guillaume die zijn uitgelopen, het groen. En boven is het toch wat viezig. Ondanks dat de gemeente het deze week speciaal voor deze uitzending goed heeft schoongemaakt. Nou, ik denk dat een grondige opknapbeurt geen overbodige luxe is voor dit oudste monument van de stad.